sprookje. Wat is RRSHA-ice? Ja, dat is echt een tongbreker, hè? Dit is echt een tongbreker, but I did it. Ja, heel goed. Maar vertel. Oké, nou, RRSHA-ice is een middel waarmee je de donkere kringen kunt verbeteren. Oké. Het is een cocktail van hyaluronzuren, vitamines, wat blekende stoffen. Om hyperpigmentatie bij de ogen te weg te nemen. En dan wordt het ook ingespoten weer? Dus weer een, wordt weer ingespoten. Okay. En het wordt in een kuurverband gedaan. Oké, duidelijk. Nou ja, dan vertel je ook al direct wat de mogelijkheden zijn. Dus het donkere is kringen. Echt voor de donkere kringen. En mensen die het gaan gebruiken, mogen die verwachten dat hun kringen helemaal weg zijn? Nee, niet helemaal. Het is gewoon een duidelijke verbetering. Nog eventjes ook nog donkere kringen en ook een beetje dat puffy eyes, daar kan je het ook voor gebruiken. Oh ja, ja. Maar even voor wat je ervan kan verwachten. Ja, gewoon een verbetering, maar je krijgt het nooit helemaal weg. En ik doe het vaak in combinatie met een plexer peeling. Ja. Om eigenlijk die huid allemaal wat dikker te krijgen. Ja goed, ja, mensen zijn er tevreden over. Zijn er blij maar in sommige... En de effecten, blijven ja. die ook? Ja, gewoon een jaar. Gewoon maar je moet wel realiseren, in sommige gevallen werkt het ook niet. Dat ben ik wel ook zo eerlijk. Ja. Nou, dat is inderdaad fijn dat je dat erbij vermeldt. Ja. Dus RRSHA-ice. Ja, zeker. Zij het goed. Dat is met name voor donkere wallen, donkere kringen onder de ogen. Ja. En het is een mix die dat eigenlijk kan verbeteren in heel veel gevallen. En zeker de moeite waard is om eens te proberen. Ja, te proberen. Want wij zouden liever willen dat er nog betere producten zijn. Maar ik ben er al blij dat we hier iets mee kunnen doen. Ja. Okay. Nou, dankjewel voor die uitleg. Alsjeblieft.